Hoi, mijn naam is Giorgia Riquel en ik ben een eerste generatie allochtoon. Ik ben erg ambitieus en ik wil mijn dromen waarmaken. Maar ik ben erachter gekomen dat ik vaak gediscrimineerd word op de arbeidsmarkt. Onderzoeken tonen aan dat er heel veel discriminatie en uitsluiting is, wat dus mijn ervaringen bevestigt. Maar er zijn ook allochtonen die extreem succesvol zijn geworden. Dus heb ik besloten om op pad te gaan. Ik ga in 7 afleveringen langs bij deze succesvolle allochtonen om te weten te komen hoe zij dat hebben gedaan. Zo hoop ik aan het einde van mijn zoektocht de kennis in pacht te hebben om mijn dromen waar te maken. Dit is Succes Allochtoon. In de aflevering van vorige week over netwerken met Charles Ruffalo kwam het belang van personal branding ter sprake. Toen besloot ik dat deze aflevering zou gaan over personal branding. De volgende aflevering gaat bij deze over branding. Dus ben ik afgereisd naar Amsterdam en ga ik op bezoek bij Nancy Polio. Zij is expert op het gebied van personal branding. Welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je tijd vrij wilde maken voor dit interview. Ik ben niet op zoek naar de problemen, maar juist naar de oplossingen. Hoe kan ik mezelf naar boven werken en achter mijn ambities aangaan. Vertel eens even, hoe ben je erop gekomen, hoe ben je ooit begonnen en wat doe je tegenwoordig? Ik heb heel lang in de muziekindustrie gewerkt. Als je met artiesten werkt, dan ben je natuurlijk ook mensen aan het branden, mensen in de markt aan het zetten. En voor hun is het juist extra belangrijk dat ze ergens onbekend staan. Want hoe val je op? Stel dat jij rockmuziek maakt en er zijn 10.000 rockacts. Hoe zorg je ervoor dat juist jouw muziek opvalt en dat mensen het over jou gaan hebben? En in 2010 dacht ik van, nou weet je, hoe kan ik al datgene wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ik was 37 en ik wilde eigenlijk al datgene samenvatten tot iets moois. En ik hoopte dat ik andere mensen daarmee kon helpen. Daar is eigenlijk Branded Personalities uitgekomen. 3 jaar geleden is daar Branded You bijgekomen. Want ik merkte dat vrouwen dit probleem ook hebben in personal branding. En dat ze zichzelf niet zichtbaar maken of soms niet zichtbaar durven te maken. En ik wilde hun ook wel de tools geven om dat veel beter te doen. Om dat op een authentieke manier te doen. En netwerken is voor mij een heel belangrijk onderdeel in personal branding. Is dat een samenhangend iets? Ja, het hoort er echt bij. Want voor mij is personal branding gewoon heel simpel antwoord op de vraag. Waar wil jij om bekend staan? Ik denk dat als je echt een heel sterk personal brand heb of een sterk merk bent, dan kan je veel meer dingen naar je toe trekken. Omdat iedereen gewoon weet, oh, daar sta jij voor. Dat is toch die man die veel met allochtonen doet of die juiste oplossingen weet te vinden. En ja, dan krijg je ook wat dat betreft werk jouw kant uit dat daarmee te maken heeft. Dus het is niks anders dan ervoor zorgen dat je weet waar je om bekend wil staan. Dat je dat ook uitdraagt, dat je dat ook vertelt aan de juiste mensen. Dus je hebt echt netwerken nodig. En heel veel allochtonen die zijn er niet bewust mee bezig. Ze weten wel dat het belangrijk is. Alleen in mijn seminars en in mijn programma benadruk ik eigenlijk netwerken. Heb ik als allochtoon zijnde personal branding harder nodig? Ik denk dat iedereen die ambitie heeft, het nodig heeft. Dus als jij een allochtoon bent en je hebt ambitie en je wil wat bereiken, ja, dan zou je het zeker wel nodig hebben. En als je gewoon Mo heet en gewoon een baantje wil? Als je echt wil opvallen en je wil ervoor zorgen dat mensen weten wie je bent, dan, ja, dan zou ik het wel toepassen. Ik vraag het omdat ik het idee heb dat het merk allochtoon, het merk dat wij überhaupt, dat jij een kleurtje hebt en ik er anders uitzie dan Jantje, dat dat ook een merk is en dat het geen positief merk is. Je kan het voor je gebruiken of het kan tegen je werken. Hoe zou je het voor je kunnen gebruiken? Nou ja, ik vind het altijd heel erg mooi om na te denken over wat er zo tof is aan dit. Ja. Aan alles is er namelijk iets leuks. Jij kan besluiten om een vergrootglas op het negatieve te leggen. Ja. En ik kan besluiten om een vergrootglas op juist wat ik zo cool vind aan mijn kleur. Dus weet je, personal branding is ook, waar leg je nu een vergrootglas op? Hoe doe je dat dan? Denk nou over wat je wil bereiken. Waar wil je heen? Weet je dat? Als je dat weet, kun je dat op papier zetten. En dan kan je gaan nadenken over de huidige perceptie. Hoe zien andere mensen mij nu? Dus dan kan je feedback vragen. Van nou, ik ben George en ik heb een website, voorbeeld, allochtoon. Wat vinden jullie daarvan? Hoe kom ik over? Hoe kom ik over tijdens de interviews die ik doe? Hoe kom ik over als je mij op een event ziet? Dus je kan gewoon om eerlijke feedback vragen. En dan kan jij kijken, klopt die feedback met wat ik wil uitstralen?
zit daar geen gat in perceptie, weet je wel? Klopt dat met, matcht dat wel met elkaar? Nou, als het matcht, dan ben je natuurlijk hartstikke blij. Maar het kan ook dat er een aantal dingen geroepen worden waar je niet tevreden mee bent. Of een aantal dingen die je heel graag zichtbaar wil maken, waar niemand het over heeft. Dus dan weet je dat je daar nog veel meer aan moet werken. Maar er zijn ook nog andere dingen. Ik geloof dat we allemaal beperkende gedachten hebben die ons tegen kunnen houden. Voor mij was dat jarenlang, ik ben zwart, ik ben vrouw, dus ik zal 2 keer zo hard moeten werken. Wat ervoor zorgde dat ik ook 2 keer zo hard werkte, maar daardoor niet alleen hard voor mezelf was, maar ook voor de mensen in mijn team heel hard was. Dus ik had constant een soort van bewijsdrang, daar moest ik echt vanaf. Dat was mijn beperkende gedachte. Dus we hebben allemaal beperkende gedachten over onszelf, maar ook over andere mensen. Want soms kan je daar ook je doelen niet door bereiken, hè? Dus dan saboteer je eigenlijk jezelf al. En het andere wat ik zeg is, denk na over wat jij belangrijk vindt in, zeg maar, je kernwaarden. Dus denk daar ook over na. Zit je wel in je juiste team? Ben je wel met de juiste mensen om je heen? Wat is personal branding precies? Nou, want we weten dat branding bestaat. Ja. Dat zijn dan bedrijven. Maar die vertellen allemaal een verhaal. Personal branding is dus, als ik zeg maar zeg, het is antwoord op de vraag waar wil jij aan bekend staan, is het ook, wat is jouw verhaal? Wat wil jij aan de wereld laten zien? Wat moeten mensen zeggen als jij binnenkomt? Het is echt jouw verhaal. Gaat het dan ook om persoonlijk verhaal of om zakelijk verhaal? Het verhaal wat jij wil vertellen. Soms werkt je persoonlijk verhaal zakelijk en soms werkt het omgekeerd. Ik zou graag willen weten, nou, ik ben allochtoon. Ja. En ik wil heel graag dat het beeld over ons allochtonen positiever wordt. En ik zeg altijd, nou, zo positief dat in 2025 iedereen allochtoon wil zijn. Ja. Hoe kan ik personal branding inzetten om mijn doel in 2025 te bereiken? Nou, je vertelt natuurlijk al jouw verhaal. Je komt al heel succesvol over. Dus hoe meer jij jezelf zichtbaar maakt, hoe meer andere allochtonen zien van, nou, dat wil ik ook. Ik heb een role model. Maar ook hoe meer de autochtone mensen zien. Oh, wauw. Dus dat is een allochtoon. Dus je bent eigenlijk al lading aan een woord aan het geven door je gedrag, door je uitstraling, door je reputatie, door dat je gewoon zichtbaar bent. Want je moet het ook zichtbaar maken. Dus ja. Daarom vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat vrouwen zichtbaar worden. Omdat dan andere vrouwen denken, als zij het kan, kan ik het ook. En dat is wat we willen hebben. We willen gewoon steeds meer voorbeeld allochtonen op tv zien. Maar even om terug te komen, je stelde net een vraag aan mij over hoe je over wilt komen. En ik denk dat je nooit op 2 verschillende manieren over moet willen komen. Want uiteindelijk voelen mensen wel als jij een act aan het opvoeren bent, als jij niet jezelf bent op het werk. Dus ik zeg altijd, er is een verschil tussen het zijn van een merk en het hebben van een imago. Een imago, it wears you down. Het zorgt ervoor dat je op een gegeven moment niet meer verder kan. Dus dat ik alleen maar pakken wil dragen, dat ik krijg wel vaak te horen van, draag eens een keer een spijkerbroek of zo. En daar zou ik me niks van aantrekken. Jouw waarde is kennelijk dat je er goed uit wil zien. Dat voor jou kwaliteit belangrijk is. Ik zie ook dat je een mooie snit hebt. Het is een goede pak. Weet je, het is niet, je hebt niet een pak van, ik noem geen merken, maar gewoon ergens op de hoek gehaald. Daar heb je over nagedacht. Je hebt hem helemaal afgestyled ook. Dus ja, voor mij heb je dan nagedacht over je uitstraling. En dat is voor jou belangrijk. Dus je laat meteen, zodra je ergens binnenkomt, ook zien wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Je had het net over dat je zichtbaar moet worden. Ja. Hoe zorg je dat je zichtbaar wordt? Het hangt van je doelgroep af. Wie is je audience? Voor wie wil jij zichtbaar worden? Wie moet er over jou praten? Nou, heel Nederland. Want heel Nederland straks denkt, ja. Weet je, ik... Ja, nou, ik denk dat je moet beginnen bij een bepaalde groep. Ik zeg altijd, you focus on expands. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je moet ergens beginnen. Je kan niet zomaar gaan schieten. Dan schiet je niet raak. We zijn nu bezig met een theatershow. Wat zou je mij daarin kunnen adviseren? Nou, voor een groter publiek. Ja, jij houdt van een groter publiek. Maar ja. Ik denk gewoon, je moet je juiste publiek hebben. Ja. En daarmee bereik je dan vanzelf. Want iedereen heeft natuurlijk ook gewoon een netwerk. Als ik fan van jou word, vertel ik het ook weer aan 10 mensen. Ik denk dat jouw theatershow, ik zou eerst uitzoeken waar de mensen vandaan komen op je website. Ja. En dat je daar je meeste kaarten zal verkopen. En dat die investering die je, weet je, dat geld wat je daar aan verdient, kan je misschien investeren in een andere stad. En zo beetje bij beetje ga je groeien. Je had het net over uiterlijk. Dat is voor mij ook best wel een belangrijk onderdeel. Want ik heb zelf in mijn e-course, ik heb een e-cursus, dan heb ik het ook over appearances matter. Weet je, dat is iets wat we in Nederland heel vaak onderschatten. Ja, ik heb heel vaak dat als ik minder goed kleed en volgens naar buiten wil gaan, dan denk ik bij mezelf, ja, één, ik voel me er niet comfortabel bij. Maar ik heb ook heel vaak zoiets van, nou, als ik de trein pak richting Amsterdam weer, denk ik, ja,
misschien bij de Zuidas ontmoet ik weer iemand waar ik zaken mee kan doen. Ja, dus je denkt erover na. Maar de kracht zit hem ook in de voorbereiding. Want inderdaad, als jij weet dat je misschien straks bij de Zuidas langsrijdt of dat je daar uitstapt. Maar is dat overdreven of is dat juist goed? Nou ja, niks is goed, niks is slecht. Het moet natuurlijk voor jou werken. En het heeft te maken met het verhaal wat jij wil vertellen. De een vindt sneakers belangrijk. En die wil er gewoon op een andere manier relaxter uitzien. En die vertelt een ander verhaal. Dus ik zeg wel, welk verhaal wil jij met jouw look vertellen? En denk daarover na en komt het verhaal over. Daar zijn er natuurlijk ook andere kenmerken voor personal branding behalve uiterlijk. Nou ja, waar ik het net al over had natuurlijk. Ja. Je moet weten hoe je gezien wordt. Dus perceptie is belangrijk. Je kernwaarden zijn belangrijk. Dat je beperkende gedachten geïdentificeerd hebt is belangrijk. Dat je weet wat je unieke kwaliteiten zijn. Ik ben een enorme fan van hoe ik mijn verhaal vertel. Dus hoe presenteer ik mezelf. En ik vraag ook altijd aan mijn klanten of ze het op willen schrijven. Eerst een pagina, dan een halve pagina, dan in twee zinnen. Of als je iemand in de lift tegenkomt en je heel kort wil vertellen wie je bent. Hoe vaak doen we dat eigenlijk? Weet je, we schrijven ons verhaal niet op. En dan zit je van alles te verzinnen en denk je thuis, oh, had ik dat maar gezegd. Terwijl als je het van tevoren hebt voorbereid en je weet wat je verhaal is en je weet waarom je je verhaal zo wilt vertellen, kan je veel beter je doelen bereiken. Dus presenteren is belangrijk. Nou, en er is nu een ander onderdeel en dat is social media. Hoe gebruik je social media? Hoe zorg jij ervoor dat het ook jouw verhaal vertelt? Wil je alleen je verhaal vertellen door LinkedIn? Of wil je juist Instagram of Twitter? Dus je moet ook nadenken over hoe je alles inzet en waar je je verhaal vertelt. Wat moet je zeker doen op social media voor je personal branding? Je wil natuurlijk je verhaal vertellen. Ja. Dus als ik nu alleen maar artikelen deel over feminisme, dan weten mensen dat ik een feminist ben. Dus daarmee vertel ik ook mijn verhaal. Dus denk na hoe jij je verhaal lading wil geven. Als jij jezelf zichtbaar wilt maken, dan zou je toch iets moeten vertellen. Ja, laatste vraag. Welk belangrijk tip heb jij voor mij op gebied van personal branding? Je weet inmiddels wat mijn doel is. Om personal branding in te zetten om het doel te bereiken. Wat is het meest belangrijke tip? Nou, je gaat een theatershow doen. Ja. Ik neem aan dat je daarmee je verhaal vertelt. Ja. Voor mij is personal branding heel belangrijk, omdat ik het is gewoon de ultimate tool om je verhaal te vertellen. Wie ben jij? Waarom doe jij dit? Waarom moet ik jou volgen? Waarom moet ik naar je show komen? Wat is de connectie die ik met jou heb? Nou, we hebben nu al een mutual connection en dat is dat we allebei allochtoon zijn, maar ook allebei op zoek zijn naar middelen waarmee we anderen kunnen helpen. Ik zou elke keer nadenken over hoe kan ik mijn verhaal blijven vertellen? En je moet het herhalen en herhalen en herhalen. Het is net als een liedje wat jij op de radio hoort. Je kan het niet meezingen nadat je het één keer hebt gehoord. Je moet het 10 keer op een dag horen en dan kan je het meezingen. Dus jouw verhaal, jij denkt misschien, ja, maar ik heb het al verteld, het is op mijn website. Je hebt nog niet genoeg mensen bereikt. Dus je moet het continu blijven herhalen. Er is elke keer een nieuwe manier en er is elke keer een nieuw medium waar je je verhaal mee kan vertellen. Dus just keep telling your story. Nou, dankjewel. Ik wil je echt heel erg bedanken voor je tijd. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd hiervoor. Ja, in ieder geval bedankt voor je tips. Ik ga ermee aan de slag. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van mijn verdere zoektocht? Abonneer je dan hieronder. Tot de volgende video. Dat je bang bent dat die smidsgaat, dat zie je al beren op de weg. Ja. Dus dan gaat dat je al tegenhouden om het beste uit jezelf te halen. Want je gaat steeds in je achterhoofd zitten, shit, dit moet niet fout gaan, dit moet niet fout gaan. Dus durf gewoon op je bek te gaan ook. Ga gewoon ervoor, spring gewoon in het diepe en ga ervoor. Want op het moment dat je voor jezelf barrières gaat opwerpen van ja, maar gaat dat wel goed, dan gaat dat wel goed. Dan ga je onzeker overkomen en dan gaat de taal niet werken.